Hippie de piep. Hoera, ja vrienden. Het is vandaag een feestdag. Want Jut en Jul, ja, wij vieren vandaag onze huwelijksdag. 21 november, dat is hem. Onze huwelijksdag. En ik moet jullie zeggen, dit wil ik dolgraag met jullie delen. Want het verhaal van Jut en Jul, ik moet jullie zeggen, dat is zo verschrikkelijk romantisch. Ik bedoel, als je van romantiek houdt, nou, luister dan naar dit verhaal. Want ik kwam Jut tegen in het Feyenoordstadion. Dat was onze allereerste ontmoeting. En eigenlijk zijn daar dan al geen woorden voor. Wat daar gebeurde in het stadion. Dat is niet van, ja, er gaat een vuurwerk af en oh, 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 het was als een bominslag. Nee, daar zat Cupido. Cupido, ja, die zat daar. Maar die had ongeveer 10 elftallen met indianen ingehuurd. En die zaten ook allemaal te schieten. Nou, het was werkelijk verschrikkelijk wat zich in dat stadion dus afspeelde. En dus wij waren helemaal de weg kwijt. Ik vooral, maar Jut ook. We waren al zo verliefd, zo diep als de oceaan. En ik moest terug naar Amerika. Daar woonde ik toen. En Jut die bleef in Nederland. En wij samen, zij bracht mij weg naar Schiphol. Nou, en daar stonden we dan samen. Vrienden, kan je je voorstellen? Dat was een drama. Dat was een tearjerker. Dat was Steven Spielberg. Die was daar dolgelukkig van geworden als hij dat had gezien. Die had dat absoluut willen draaien. Want we hielden elkaar vast. We waren in elkaar verstrengeld. En we wilden elkaar niet meer loslaten. En ik wilde niet weg en zij wilde niet weg. En er kwam ook geen afscheidszoen. En ik zei op een gegeven moment, maar ook in een soort blinde paniek. Ik zei, nou, ga nou maar gewoon weg. Ik kijk me niet meer aan en ga maar. En dan liep ze weg, Jut. Ja, en ik zag haar nog helemaal in de verte tussen wat mensen in verdwijnen. En achter een hekje en ze zwaaide nog even. En nou, vrienden, en daar stond ik in mijn tranen tot aan mijn oksels. En het was werkelijk verschrikkelijk. En ik ging maar naar het vliegtuig toe. Ik denk, nou ja, daar ga ik dan maar. En daar kwam ik. Maar ik wilde natuurlijk nog voor het instappen nog een keer haar stem horen. Dus ik sta daar bij die slurf. En ik probeer en ik maar proberen. En steeds maar in gesprek. En ik kreeg haar niet te pakken. En ik maar weer proberen. Nee. En toen zegt ineens iemand daar bij die balie. Die zegt, meneer Van Meegen, u moet nu wel gaan instappen, want u moet mee. Ik zeg, nee, ik ga niet mee. Want ik moet nog een telefoontje plegen. Nou ja, en ik maar weer proberen. En toen kwam er een hele grote meneer van die kale en die zei, meneer Van Meegen, u moet nu echt in gaan stappen, anders gaat u niet mee. En dan ging ik dan maar naar die slurf. En ik probeerde de hele tijd. En net bij de deur van het vliegtuig hoor ik nog haar stem van Jut. En ik ben dolgelukkig. Maar ik moest gelijk weer ophangen. Ja, want er mag niet gebeld worden in het toestel. En ik zit in het vliegtuig en ik zie, je kan een wifi kopen. Ik denk, de hemel ging open. Ik kon weer wifi kopen. Waar? En ik kocht wifi. En ik heb urenlang met haar aan de telefoon gezeten. In het vliegtuig. Via de WhatsApp. En ik maar bellen. En maar praten. En Jut die zegt op een gegeven moment ook tegen mij, maar ik heb helemaal, Harry, ik heb helemaal niks meer te zeggen. Ik zeg, dat hoeft ook niet, lieverd. Ik ga wel naar je adem luisteren. En dat deed ik minutenlang. Kun je nagaan? Hé, hoe ver ben je dan heen in je verliefdheid? En dat was er aan de hand tussen Jut en mij. En ruim een jaar later, beste vrienden, toen zijn wij dus getrouwd op de plek waar we elkaar voor het eerst hadden gezien, in de Kuip. En we kregen de burgemeester, Abu Taleb, die kregen we ook mee en die wilde ons trouwen. En daar zijn we nog altijd dankbaar voor. Nou, beste vrienden,
Jut die wil even niet in beeld komen om jullie gedachten te zeggen. Ze zegt, ik zie er niet uit vandaag. En daar heeft een vrouw recht op. En dan hoeft ze niet in beeld. Maar ze groet jullie wel. En ik wil alleen maar tegen jullie zeggen. Ik wens jullie allemaal, al mijn volgers, hetzelfde geluk toe als wat wij hebben.